Het Europese project is enorm gegroeid, zowel qua invloedssfeer als qua geografische omvang. Maar dat integratieproces is er niet zonder slag of stoot gekomen en is ook niet zonder controverse. Onlangs publiceerde professor Steven van Hekke, die hier bij mij zit, het boek Waarom Europa, waarin hij de uitdaging aangaat om 70 jaar Europese geschiedenis te schetsen op slechts 200 bladzijden. En vandaag nodigde hij professor Lien Verpoest uit om hierover met hem in dialoog te gaan. Welkom allebei. Ja, ik zal misschien eerst aan jullie vragen om jullie even voor te stellen. Professor Van Hekke, u bent van het Instituut voor de Overheid. Ja, wat onderzoekt u daar precies en van waar uw fascinatie voor Europa? Ik hou mij daar ook al verschillende jaren met de Europese topics bezig. Maar waarom ik zelf de Europese microben te pakken heb gekregen, ik denk, de politieke microben heb ik van thuis uit. Er was altijd nieuws en belangstelling voor wat er in de politiek bezig was. Maar de echte Europese microben dateert eigenlijk van een jeugdkamp dat ik heb gevolgd toen ik 17 jaar was. Confronto, de poster van dat kamp, hangt nog altijd in mijn kantoor in Kortrijk. Omdat ik daar samen was met allerlei jongeren van gans Europa en vooral ook met jongeren van Kroatië, die toen verwikkeld waren in de oorlogen in ex-Joegoslavië. Dat heeft op mij een enorme indruk gemaakt. Ik heb eerst nog filosofie gestudeerd, zoals ik had gepland, maar nadien toch is die politieke microbe zeer sterk geworden. En ik ben eigenlijk heel blij dat ik nu professioneel eigenlijk met die Europese Unie kan bezig zijn. Ik ben ook heel blij dat er nu voor de eerste keer ook voor een breed publiek een werk is dat het thematisch en het historische met elkaar combineert, zowel voor onze studenten, maar ook voor alle geïnteresseerde burgers. Ja, merkte u die nood bij uw studenten aan een dergelijk boek? Ja, ik geef nu al verschillende jaren. Eerst deed ik dat in Kortrijk, nu in Leuven. Doseer ik de geschiedenis van het Europese integratieproject. En dan voel je toch dat de studenten eigenlijk missen wie Jacques Delors is, wat de grote mijlpalen zijn. En die hebben toch nodig, vind ik, om te begrijpen wat er vandaag in de Europese Unie zich afspeelt. Anderzijds ben ik ook titularis van een fonds aan de KU Leuven, het fonds Involve EU, waar we eigenlijk burgerbetrokkenheid willen centraal stellen. En die beiden, zowel de nood die er was aan de studenten, anderzijds ook in heel veel lezingen die ik heb al gegeven de voorbije jaren, overal in Vlaanderen was er toch ook dikwijls de vraag, ja, niet alleen de actualiteit, maar van waar komen we? Mm-hmm. En van waar we komen verklaart veel van waar we vandaag zijn. Samen met de positieve stimulans van dat fonds heeft ervoor gezocht om er eindelijk werk van te maken. En gelukkig heb ik het niet alleen moeten doen, maar samen met knakjournalist Camille zijn we dan toch erin kunnen slagen om op relatief korte termijn dit boek af te leveren. Ja. En professor Verpoest, u bent van de faculteit Letteren. Wat is uw link met dit thema? Wel, ik ben eigenlijk van opleiding slavist, dus ik ben meer richting Oost-Europa gericht. Maar ik heb na mijn basisopleiding, ben ik zoals veel studenten op Erasmus gegaan, heb ik nog internationale politiek bijgestudeerd. Daar leerde ik vooral vakken die zowel met diplomatie als Europese Unie te maken hadden. En dan ben ik een doctoraat beginnen schrijven waarin ik eigenlijk het beleid van Rusland, Oekraïne en Wit-Rusland ten aanzien van de Europese Unie bestudeerd heb. En dus ik heb eigenlijk vanuit het buitenperspectief eerder de Europese Unie leren kennen. Ik doseer nu ook aan de KU Leuven enerzijds diplomatieke geschiedenis, waar natuurlijk ook voor een stuk dat die naar boven komt, maar wij doseren ook een ander vak en dat heet de Europese Unie en haar oosten, coöperatie en contestatie. En daar gaan we ook echt in op dat, de oostelijke flank van de Europese Unie en de problemen, zeker vandaag de dag, die zich daar stellen. Ja, u hebt het boek van professor Van Hekke ook doorgenomen. Wat vond u ervan? Ja, ik ben echt... mijn felicitaties, Steven. Ik vind Dank u wel. Een zeer boeiend boek. En ik heb zelf... sommige dingen wist ik natuurlijk al, maar ik heb ook nog wel veel bijgeleerd. En wat ik zo interessant vond was, zoals Steven zelf al aangaf, hij schrijft dat het een drama in 6 bedrijven is. Een drama niet in de negatieve zin van het woord, soms misschien wel, maar dus waarbij er eigenlijk rond 6 thema's wordt geschreven en er eigenlijk een soort van chronologisch overzicht wordt gegeven, maar toch met een thematische focus. En ik denk dat dat echt
een enorme toegevoegde waarde geeft aan dit boek. Dus ja, ik ben heel enthousiast natuurlijk. Wel, dan stel ik voor dat we van de gelegenheid gebruik maken om al onze vragen over dit boek voor te leggen aan professor Van Hekken. Ook voor de mensen thuis, als jullie vragen hebben, stel ze gerust in de chat, want die ga ik dan hier zien binnenkomen en dan kunnen we die ook bespreken. Ja, professor Van Hekken, uw boek is opgebouwd volgens die 6 bedrijven. Dat zijn telkens 6 waarom-vragen. En die hebben ook elk betrekking op een grosso modo een bepaalde tijdsperiode van het integratieproces. En wat mij een beetje verraste was dat de allereerste vraag is: waarom hebben we nog geen Europees leger? Blijkbaar is daar toch al van bij het prille begin sprake van. Ja, dat is het meest fascinerende, dat eigenlijk een vraag die nu evengoed in een krantenartikel zou kunnen staan, anno 2021, eigenlijk teruggaat tot de begindagen van het Europese integratieproces. Ik wil inpikken op wat Lien zei. Inderdaad, het unieke van het boek is niet dat het over de Europese integratie en geschiedenis gaat. Ook niet dat het een stand van zaken geeft van wat de Europese Unie er vandaag is. We zijn redelijk bescheiden. In 200 pagina's kunt je niet alles vertellen. Maar we zijn wel ambitieus, omdat we onszelf hebben opgelegd om een representatief beeld te kunnen geven over die ganse integratiegeschiedenis. En we die twee perspectieven in elkaar schuiven. En we denken dat dat een unicum is in het Nederlandstalig gebied, waar je bijgelezen wordt over de geschiedenis, maar ook de grote vraagstukken van het Europese integratieproces vandaag ook aan bod komen. En inderdaad, het allereerste deel, het deel van de het decennium van de pioniers, zeg maar de jaren 50, alhoewel het natuurlijk het Europese integratieproces ook niet zomaar uit de lucht komt vallen. Er zijn ook een aantal interessante episodes die daaraan voorafgaan en die ook in dat eerste deel aan bod komen. Het begint eigenlijk formeel met de Schuman-verklaring. Die idee dat het genoeg is geweest. Drie generaties hebben zich opgeofferd op de slagvelden van Europa. De Frans-Pruisische oorlog, 1870-71, de Eerste Wereldoorlog en dan de Tweede Wereldoorlog, die uiteindelijk niet alleen Europa, maar de wereld aan de afgrond heeft gebracht. Dat zijn er toch een aantal mensen die elkaar soms ook al kenden van voor de Tweede Wereldoorlog, hebben gezegd, nu is het genoeg. Als we als Europa nog willen meetellen in die wereld die verandert met die nieuwe speler, de Sovjet-Unie. De Koude Oorlog begint onmiddellijk na de Tweede Wereldoorlog. Met die Amerikanen die duidelijk de leidersrol van Europa hebben overgenomen. Als het al niet duidelijk was sinds de Eerste Wereldoorlog, dan is het zo duidelijk in de Tweede Wereldoorlog. Met de rest van de wereld die aan een decolonisatieproces begint. Als wij nog willen meetellen in de wereld, dan kunnen we eigenlijk elkaar niet nog voor een vierde keer een kopje kleiner maken. Dan moeten we het op een andere manier doen. En in de plaats van conflict gaat men dan naar samenwerking. Vandaag vinden we dat vanzelfsprekend, maar het was zeer spectaculair. Amper 5 jaar na het einde van de oorlog stellen de Fransen en de Duitsers voor om samen, formeel zijn het de Fransen, maar de Duitsers waren goed op de hoogte en de Amerikanen steunden dat. Laten we de grondstoffen van de oorlog, kolen en staal, die trouwens ook toen heel belangrijk waren in de heropbouw van Europa, laten we die samen beheren. Dat waren niet meteen de grootste krantenartikels in 1950. Wat betekent dat er toch wel wat sceptisch was. En nogmaals, het blijft spectaculair als we zien hoe andere aardsvijanden in het Midden-Oosten, Korea, Servië, Kosovo, hoe lang zij erover doen om over de schaduw van hun eigen conflicten te springen. En we zien dat daar toch een aantal personaliteiten samenkomen die daar wel toe in staat zijn. Het succes is zo groot van die EGKS, wat dus niet alleen Frankrijk en Duitsland is, maar ook de drie Benelux-landen, België, Nederland en Luxemburg plus Italië, dat men zegt, ja, als we de grondstoffen van de oorlog samen kunnen beheren, waarom zouden we dan niet denken aan een gemeenschappelijk leger? Dan zijn we zeker dat er nooit nog een Europese oorlog komt, toch minstens in West-Europa, tussen de twee grootmachten. Het Verenigd Koninkrijk heeft eigenlijk al langer in zekere zin de rug gekeerd naar Europa en kijkt naar de rest van de wereld. Het gaat om Frankrijk en Pruisen-Duitsland. Als we nu echt willen voorkomen dat die twee machten nog eens tegenover elkaar ten strijde trekken, dan kunnen we beter een Europees leger maken. De urgentie was de Koude Oorlog. De Amerikanen waren na de Tweede Wereldoorlog teruggetrokken. De Sovjet-troepen waren gebleven. Duitsland was gesplitst.
Dat betekende dat er Sovjet-troepen stonden aan de Duits-Duitse grens, na de feitelijke opdeling van Duitsland, na de Tweede Wereldoorlog door een gebrek aan een vredesovereenkomst tussen de geallieerden. Dat betekende dat er Sovjet-troepen stonden op minder dan 1000 kilometer van Brussel, Amsterdam, Den Haag, Parijs, Londen. Wat gaat je doen? Duitsland mocht geen leger hebben, geen eigen leger na de Tweede Wereldoorlog, alleen een politiemacht. De vraag was, gaan de Sovjets daar blijven of gaan ze misschien, als de Amerikanen zijn vertrokken, de rest van Europa innemen? De zwakke flank was Duitsland. Niemand zat te wachten op een nieuw Duits leger, omwille van de traumatische ervaring terecht van de Tweede Wereldoorlog. De vraag was, hoe gaan we dat veiligheidsprobleem oplossen? Het antwoord was natuurlijk een Europees leger. Als we in het kader van het Europees leger Duitsland kunnen herbewapenen, dan slaan we twee vliegen in één klap. We verminderen het veiligheidsrisico en tegelijk voorkomen we ook dat de Duitsers het nog eens opnemen tegen Frankrijk. De Amerikanen waren enorme voorstander. De Britten waren zeer aarzelend, maar dat is eigenlijk ook een constante. De Amerikanen hebben het Europese integratieproces zeer sterk gesteund. Op een bepaald moment, dat is bezig, er komt een nieuw verdrag, het verdrag van Parijs. Dat zal een Europese defensiegemeenschap stichten. En daar moet dan een Europees leger uit voortkomen. Alle lidstaten ondertekenen dat. Het wordt ook geratificeerd, behalve in de Assemblée Nationale. In Frankrijk loopt het spaak door een coalitie in het parlement van communisten, die natuurlijk niet tegen de Sovjet-Unie zijn, en gaullisten. De aanhangers van generaal de Gaulle, die op dat moment nog geen president was, maar al een enorm prestige heeft in Frankrijk, en die zegt nee, zomaar opnieuw Duitse soldaten in een Europees uniform stoppen, ja, daarvoor hebben we al die offers niet gebracht tijdens de Tweede Wereldoorlog. En men was wantrouwig omdat men wist dat de Amerikanen dat project steunen. Stalin sterft in 1953, de druk van de Koude Oorlog neemt enorm af en in 1954 ligt de Europese Defensiegemeenschap op apengapen. Het wordt weggestemd, maar feitelijk wordt het niet eens gestemd. Het is over en out en iedereen denkt het is het einde van het Europese integratieproces. De Amerikanen zijn furieus en zullen de lidstaten van de NAVO, want de NAVO bestaat intussen sinds 1949, maar Duitsland is geen lid. Ja, dat was natuurlijk de overwonnene. En de Amerikanen zullen de andere landen forceren, omdat er geen Europees leger komt, om de Duitsers toch toe te laten tot de NAVO. Zij worden 1 jaar na de mislukking van de Europese Defensiegemeenschap in 1955 lid van de NAVO. Het veiligheidsprobleem in het kader van de Koude Oorlog is opgelost. Want de Duitsers zijn nu lid van de NAVO. Dat betekent dat Belgische, Franse troepen naar Duitsland kunnen gaan. Onze vaders, onze grootvaders hebben een legerdienst daar gedaan in het kader van de NAVO. Ondertussen hebben de Duitsers natuurlijk ook zelf een leger gekregen, min of meer onder curatele van de Amerikanen. Dat probleem is van de baan. Maar de zenuw die is geraakt in Europa, met name de window of opportunity van we gaan een Europees leger maken, is eigenlijk weg. Want de NAVO vult dat gat op. En we merken ook dat het zeer gevoelig is voor meerdere lidstaten. Nadien zal men natuurlijk nog wel allerlei pogingen ondernemen, maar het feit dat die Pax Americana daar is en die NAVO, dat er ook heel veel landen zullen toetreden die dat helemaal niet zien zitten. De Britten bijvoorbeeld, en als we nog maar zwijgen van landen uit Centraal- en Oost-Europa, die veel meer in die Amerikaanse paraplu geloven dan in Europese initiatieven. Er zijn talrijke initiatieven gebeurd en er zijn ook stapjes gezet, maar het zijn muizenstapjes. Het trauma van die Europese Defensiegemeenschap en de gemiste kans verklaart tot op de dag van vandaag waarom we bijvoorbeeld, daar eindigen we het hoofdstuk ook mee, waarom we in de luchthaven van Kabul als Europese Unie niet in staat zijn gebleken om de cruciale rol van de Amerikanen in beveiliging van de luchthaven over te nemen. Dat gaat in zekere zin terug op een kans die er was in de jaren 50, die niet is gegrepen en die ons tot op de dag van vandaag parten speelt. Mm-hmm. En denkt u dat het nog een mogelijkheid is in de nabije toekomst, dat er toch een Europees leger komt? Ondertussen is die term Europees leger ook zo beladen dat men dat binnen de Europese Unie ook niet graag gebruikt. Nu spreekt men van Europese defensiecapaciteit. Ik denk dat het inderdaad wel weer aan het kantelen is. Trump heeft ons natuurlijk geholpen. Het feit dat we eigenlijk, dat blijkt dat we niet op de Amerikanen kunnen rekenen. En ook zelfs zijn opvolger Biden heeft bewezen met wat er in Kabul is gebeurd. Unilateraal er beslissen. De Amerikanen zijn weg. De Europese Unie wordt niet op de hoogte gebracht. Zelfs de Britten worden niet geconsulteerd.
Ja, dat betekent als we militair iets willen betekenen in de wereld, ik denk dat we daar wel ook een gemeenschappelijk buitenlands- en veiligheidsbeleid voor nodig zullen hebben, maar als we militair iets zullen moeten betekenen, dat we het natuurlijk wel als Europese lidstaten zullen moeten doen, eventueel in samenwerking met de Europese Unie, maar we zullen ook meer verantwoordelijkheid moeten nemen. We zullen meer moeten willen betalen. En we zullen misschien ook moeten erover nadenken dat dan onze eigen zonen zullen sneuvelen in de rest van de wereld. Dus het is ook wel gemakkelijk om nu vandaag te zeggen, willen we een Europees leger? Maar zijn we bereid om daar onze geldbeugel voor open te trekken? Een groot deel van de kosten werden nu eigenlijk betaald door de Amerikanen. En een groot deel van de soldaten die sneuvelden waren Britten en Amerikanen. Wij kwamen er dikwijls altijd goed af. De vraag is, als het ons echt menens is met een Europees leger, zijn we bereid om die offers te brengen, letterlijk en figuurlijk? Daar ben ik eerlijk gezegd nog niet zo zeker van. Dus ik zie het nog niet meteen gebeuren. Maar er worden wel stappen in de richting gezet. Dat is zeker zo in de voorbije jaren. Ja. Ja, laat ons even terugkeren naar het prille begin van het ontstaan van de Unie. Waren er bepaalde zaken die jou getroffen hebben in dat eerste hoofdstuk? Ja, ik vond het heel boeiend omdat Steven een ruime aanloop neemt, hè, zoals hij zelf ook al net meegaf. En dus niet alleen de oprichting bespreekt, maar ook andere bewegingen die op voorhand al aanwezig waren binnen Europa. En dus waar ik zelf binnen mijn vak diplomatieke geschiedenis soms op focus is op een van die kleine bewegingen, de Pan-Europa-beweging, ten tijde van het interbellum. Er was een nogal opvallend figuur, graaf Coudenhove-Kalergi, die dat opgericht heeft, ik denk in de jaren 20, dus echt in het interbellum. En dus dat vond ik interessant, dat deze beweging ook vermeld werd, omdat, als ik het mij goed herinner, maar Steven, je kan daar ongetwijfeld ons meer over vertellen, dat wel een figuur was die eigenlijk de cosmopolitische, toen nog heel cosmopolitische Europese elite in het interbellum verenigde in die Pan-Europa-beweging, daar conferenties organiseerde, ook een tijdschrift publiceerde. Ook onder andere Britse diplomaten waren daar zeer actief in op dat moment. Naar mijn lezing, en dat ligt denk ik in de lijn van wat je ook in het boek beschrijft, was dat vooral een anti-bolshevistisch project. Hè. Dus was dat eigenlijk ook toen, die pan-Europese beweging, was dat iets dat vooral het bolshevistische gevaar, dat heel sterk toen al zelfs gevoeld werd onder de conservatieve elite, dat heel erg aanwezig was. En dus ik vond het heel boeiend dat je daar ook op wees, maar misschien kan je daar zelf nog iets op aanvullen. Ja, inderdaad, zoals ik al zei, hè, als Schuman die fameuze verklaring doet op 9 mei 1950, valt dat ook niet volledig uit de lucht. Er zijn inderdaad al heel veel initiatieven geweest. En graaf Coudenhove is daar een heel interessant voorbeeld van. En zelfs soms heel concreet. Ze reikten al Europese paspoorten uit. Er was al een vlag, er was al een symbool. Dus ze hadden echt een droom van die Europese federatie toen al. Maar inderdaad was een louter elitair project. De man in de straat was daar niet van op de hoogte. En dat zal nog een hele tijd duren. In principe is het ook na de Tweede Wereldoorlog een elitair en projecten van diplomaten, van politici, van intellectuelen. Nu, de politici zetten het natuurlijk wel op de kaart en maken het gemeenschappelijk. Hè. De publieke opinie zal pas veel later volgen. Als het concreet wordt met de interne markt, als er allerlei discussies losbarsten en zeker als we zullen betalen met de euro, hè, waar we misschien straks nog op terugkomen. Die figuren zijn zeer belangrijk, omdat ze natuurlijk ook altijd inspirerend zijn. De politici moeten natuurlijk wel ergens een idee van gedaan krijgen. En het is redelijk duidelijk. Hè. Er is geen lineaire ontwikkeling, daar waarschuwt het boek over. Het is niet omdat vandaag zoiets dat het noodzakelijk zo moest gebeuren, want het is ook een verhaal van soms en mislukkingen. Maar er zijn zeker wel een aantal lijnen te trekken. Ideeën die toen in de jaren 20 utopisch waren, zien we dan toch kunnen gerealiseerd worden in de jaren 40, 50 en ook later. Dus het is ook heel mooi om die voorgeschiedenis, als het ware, of we hebben eraan gehouden om die voorgeschiedenis zeker ook in het boek mee op te nemen. Ja, en als ik het goed begrijp, dan heeft ons kleine landje, België, daar ook best wel een belangrijke rol gespeeld in dat prille begin. De Benelux heeft ook op heel veel vlakken een voorbeeld gesteld. Ja, dat klopt. De Benelux is echt cruciaal. Dat dateert al van 1954. De gesprekken waren toen ook al bezig, toen de regering in Londen in ballingschap waren. Maar het is echt voor de eerste keer dat er drie landen een poging doen om sectorieel, alles wat te maken heeft met de markt, om dat echt geïntegreerd, zoals we dat noemen, supranationaal aan te pakken. Dat werkt en dat wordt echt het model
voor wat dan uiteindelijk het economisch project zal worden van de jaren 60 en de verdragen van Rome, dat we in het tweede deel van het boek te doeken doen. En dat eigenlijk ook slachtoffer wordt van haar eigen succes. Het wordt als het ware opgenomen in dat Europese integratieproject. De Benelux, voor alle duidelijkheid, er bestaat nog, maar houdt zich nu eigenlijk met andere thema's bezig. Grensoverschrijdende criminaliteit, culturele samenwerking enzovoort. Dus ja, onze contraien hebben zeker een model gegeven. Heel interessant en wellicht nog meer tot de verbeelding spreken zijn natuurlijk allerlei illustere figuren die daar een belangrijke rol in hebben gespeeld. En dan denken we de eerste plaats, als we ons beperken tot de oorspronkelijke periode, tot het tweede deel aan Spaak, denk ik. Paul-Henri Spaak, die tot op de dag vandaag wellicht de belangrijkste Belg blijft die in dat Europese integratieproces echt het verschil heeft kunnen maken. Met zijn rapport over de interne markt, die eigenlijk het antwoord formuleert na die mislukking van de Europese defensiegemeenschap. We gaan ons weghouden van allerlei zeer gevoelige materies die aan de soevereiniteit van de lidstaten raken, zoals militaire capaciteit, zoals een leger. We gaan ons eigenlijk à la de Benelux op het economische gooien. En Spaak neemt daar de leiding als minister van Buitenlandse Zaken. Hij brengt verschillende vertegenwoordigers van de lidstaten bijeen. En eigenlijk wordt het verdrag van Rome, zeg maar, de interne markt, zoals we die vandaag kennen, wat toch een van de hoekstenen is van het Europese integratieproces, onder zijn leiding onderhandeld, hier in Brussel op Hertoginnendal. Veel Europeanen weten dat. Wij denken aan Hertoginnendal vooral aan de Belgische politiek, de pacten, de onderhandelingen van de regering, de crisis die hebben plaatsgevonden, zeker. Maar er is ook een zeer interessante Europese dimensie, want het is ook aan die tafel dat een van de belangrijkste mijlpalen van die geschiedenis, de verdragen van Rome, eigenlijk onderhandeld zijn. Mm-hmm. Ja. Ja, en misschien nog twee andere figuren die mij ook opvielen in dat eerste hoofdstuk zijn de Belgen, illustre Belgen, als we het toch over hebben, want je beschrijft dat ook zelf. Je kan er niet omheen dat er een aantal, en toen waren dat nog mannelijke trekkers waren in het integratieproces, maar ook Pierre Harmel vermeld je en dan Leo Tindemans. Dat vond ik ook wel interessant, dat eigenlijk dat de mensen waren die je eruit haalden. Dus Spaak, Harmel en Tindemans. Ik denk bij Pierre Harmel vooral aan NAVO, maar je betrekt hem er ook bij. Dus misschien is dat ook interessant om eventjes verder toe te lichten. Waarom hij ook zo cruciaal was. Dus Harmel is eigenlijk een figuur die nauwelijks nog iemand kent hier in België. Ja. Het is ondertussen wel al heel lang geleden, eind jaren 60, begin jaren 70, minister van Buitenlandse Zaken, die eigenlijk voor de NAVO een nieuwe doctrine uitstippelt. En zegt, ja, we moeten wel ons militair bewapenen tegen de Sovjet-dreiging, maar tegelijk moeten we ook met hen een open dialoog houden. En dat is eigenlijk een soort koerswijziging, weg van de volledige confrontatie die er al was sinds de Tweede Wereldoorlog. Een figuur als Tindemans duikt dan natuurlijk op, die als Mr. Europe in de jaren 70 ook de opdracht krijgt van zijn collega's om een plan op tafel te leggen voor een Europese Unie. Want het is dan, midden jaren 70, dat de term voor de eerste keer valt. Dus ze zal uiteindelijk pas echt formeel worden opgericht met het verdrag van Maastricht, dus in 1993, wanneer het in werking treedt. Maar voor de eerste keer maakt Tindemans al enorme plannen. Hij krijgt daar enorme populariteit door. Het is ook de eerste die naar de verschillende hoofdsteden reist en allerlei burgerbewegingen, academici, politici ontmoet, die een groot project op tafel legt en daar gebeurt dan niets mee. Omdat dan de economische crisis roet in het eten gooit, de lidstaten willen toch niet zoveel bevoegdheidsdomeinen op Europees vlak aanpakken. Dus dat krijgt eigenlijk een eerste klas en begrafenis, daar gebeurt niets mee. Maar we zien daar ook dat heel veel van die ideeën, tot op zekere hoogte zelfs heel veel concrete ideeën, later terug opduiken. In het rapport schrijft hij bijvoorbeeld dat de staatshoofden en regeringsleiders van de lidstaten van de Europese Unie eigenlijk regelmatig naar het Europees Parlement zouden moeten komen om toelichting te geven bij hun visie over de toekomst van de Europese Unie. En dat zal dan nog 40 jaar duren voordat dat is, want inderdaad, na de Brexit zal er in het Europees Parlement een ronde georganiseerd worden waarbij alle staatshoofden en
en regeringsleiders naar het Europees Parlement in Straatsburg of in Brussel komen om hun uit om met hen, om de rechtstreeks verkozen van de Europese Unie in een discussie te gaan over de toekomst van Europa. Tindemans kennen we ook vooral uit de Belgische politiek, maar ook daar wijzen we nog eens op zijn zeer belangrijke, baanbrekende rol binnen de Europese Unie. Nadien komen natuurlijk nog Martens de Hane, Verhofstadt, Herman van Rompuy, dus het houdt daar zeker niet bij op. Maar figuren die wij soms vergeten zijn, als we ze al kennen, dikwijls alleen vanuit een Belgisch standpunt, hebben we ook bewust inderdaad in het boek opgenomen. Ja, en ik vind dat wel op zich interessant, omdat natuurlijk, ik denk, elk land, hè, moesten wij nu Spaanse professoren zijn en kijken en zo'n debat hebben, en dan gaan wij ook gaan kijken van oké, welke van onze nationale politici hebben een belangrijke rol gespeeld in het integratieproces. Allee, ik denk, we mogen ook het niet overschatten, maar ik denk inderdaad, figuren zoals Tindemans of Harmel, uiteindelijk is Harmel, dus de Harmel-doctrine, zoals het vaak genoemd werd, het rapport dat hij schreef, is eigenlijk, eigenlijk is hij de vader van het principe van détente. Dus naast deterrence, afschrikking, ook détente en ook zeker richting Centraal- en Oost-Europa, de open dialoog blijven bewaren. Die man is maar een paar jaar minister van Buitenlandse Zaken geweest. Ook hij was eigenlijk voornamelijk op nationaal niveau bezig. Maar wat hij toen heeft uitgewerkt op een jaar tijd, is iets wat wel heel veel in gang heeft gezet. En dat vond ik wel ook heel belangrijk, dat het er werd in meegenomen. Wie zijn de mensen die bepaalde processen hebben getriggerd, ook al was het misschien niet hun eerste focus. Dus dat zat er wel mooi in. Ja. Ik ga verder naar de tweede vraag. Dat is die van de interne markt, als ik mij niet vergis. Waarom is de interne markt nooit voltooid? Nu, misschien zie ik het helemaal verkeerd, maar ik heb het gevoel dat dat eerste hoofdstuk over het prille begin heel hard een verhaal is van idealisme, van samenwerking, van vrede bewerkstelligen. En dat dat vrij gauw een economisch verhaal geworden is. Of zie ik dat verkeerd? Of kan je de twee ook niet los van elkaar zien? Misschien? Nee, dat is juist zoals ik daarnet zei. Het economisch verhaal is eigenlijk een antwoord ook op het mislukken van wat we dan de high politics noemen, de Europese defensie en gemeenschap, en sluit opnieuw aan bij de Europese gemeenschap voor kolen en staal, die eigenlijk natuurlijk sowieso ook al economisch was. En wat werkte voor kolen en staal, één sector, gaat men dan eigenlijk uitbreiden tot alle sectoren. Men gaat trachten barrières weg te werken, stelselmatig, zodanig dat er een interne markt kan komen, waar het eigenlijk niet maakt of niet veel verschil maakt of uw zuivelbedrijf nu gevestigd is in Vlaanderen of in Nederland, of de producent van het mineraalwater, of dat nu uit Frankrijk komt of Duitsland. Dat zijn eigenlijk gemeenschappelijke standaarden, gemeenschappelijke normen. Eén interne markt, waardoor dat er één economische ruimte komt. Het grote basisprincipe wordt ingeschreven in de verdragen van Rome met de vier fameuze vrijheden. Vrijheid van verkeer, vrij verkeer van goederen, diensten, kapitaal en personen. Maar het is een programma. Dat is dikwijls ook een misverstand. Men denkt, dat verdrag van Rome is er en dan is die interne markt daar. Dat is natuurlijk niet het geval. Dat is een programma dat dan nog moet gerealiseerd worden. En het vrij verkeer van personen heeft nota bene nog zeer lang geduurd. We hebben daar eigenlijk moeten wachten op het verdrag van Schengen dat pas 20 jaar later komt. En het is ook nooit voltooid. Waarom niet? Omdat er natuurlijk altijd nieuwe sectoren opduiken en nieuwe problemen. Denken we bijvoorbeeld aan de digitale markt, waar we vandaag natuurlijk de hele tijd over spreken. Het feit dat er telecomspelers zijn, dat er reglementering nodig is voor alles wat we vandaag op onze smartphone doen, ja, daar komen natuurlijk bij de verdragen van Rome nog geen rekening mee hebben gehouden. Dus dat betekent dat er telkens nieuwe sectoren zich ontwikkelen, nieuwe beroepen ook ontstaan, nieuwe problemen met zich meebrengen en dat telkens opnieuw de barrières moeten weggehaald worden zodanig dat er ook een Europese interne markt komt voor bijvoorbeeld telecom, voor sociale media. En vandaar onze vraag, is de interne markt voltooid? Nee, en die zal wellicht nooit voltooid zijn. Als we vasthouden aan die interne markt en dat vrij verkeer van goederen, personen, diensten en kapitaal, wat ons trouwens veel welvaart en vooruitgang heeft opgeleverd. Dat is ook de reden waarom dat men dat tot stand heeft gebracht. Het is nooit een doel op zich geweest, maar het was een middel natuurlijk om welvaartscreatie
te genereren, eerst in West-Europa en nadien op het ganse Europese continent. Als we dat willen vasthouden, en daar hangen heel veel zaken aan vast, arbeids- en mobiliteit, in het buitenland studeren, reizen, dat komt ook allemaal de economische sectoren ten goede. Als we daaraan vasthouden, dat betekent dat er natuurlijk een permanente oefening blijft van hoe kunnen we eigenlijk barrières, belemmeringen die spontaan opduiken wanneer er nieuwe economische problemen, nieuwe economische sectoren opduiken, hoe we dat toch in de eerste plaats Europees kunnen aanpakken. Maar heb ik het goed begrepen dat op het moment dat dat dus eigenlijk overeengekomen was en dat verdrag was getekend, dat het toen voor de lidstaten eigenlijk nog niet helemaal duidelijk was, de reikwijdte van die overeenkomst die ze daar genomen hadden? Hè? Nee, zeker. In het verdrag stond al wel meer dan alleen het economische. Er was ook een luik sociale politiek, maar dat stelde niet veel voor. Nu, dat was toen ook niet nodig. Dat waren eigenlijk allemaal lidstaten met een welvaartsstaat in ontwikkeling, die min of meer aan elkaar waard waren. Er was wel een belangrijk landbouwluik, want het gemeenschappelijk landbouwbeleid dateert van de verdragen van Rome. En net omdat er natuurlijk ook een heel belangrijk goederen en verkeer is, hè, wat landbouw en producten betreft, tot en met de inkomenssteun voor de landbouwers, zoals we die vandaag de dag kennen. Maar inderdaad, wat misschien de vaders van het verdrag van Rome wel voor ogen hadden, maar wat zeker niet iedereen doorhad, is dat natuurlijk eens je met het economische begint, dat negatief uitgedrukt een soort olievlek wordt. Hè. Maar we hebben ook daar ook anderen zullen dan weer een positieve metafoor nemen. Dat het ene het andere triggert. Als je vrij verkeer van goederen hebt, ja, misschien moet je dan ook toelaten dat de ingenieurs van België ook kunnen te werk gesteld worden in de zuivelfabrieken van de ingenieurs van Nederland. En dan heb je gelijkwaardigheid van diploma's nodig. Als je de mensen laat reizen tussen verschillende landen, ja, misschien kom je dan uit bij een eenheidspunt. Dat maakt het reizen over de grenzen weer veel en gemakkelijker. Als je reizen inderdaad ook via het vliegtuig bijvoorbeeld wilt vergemakkelen, dan heb je misschien zoiets als een Schengenzone nodig, waar je geen paspoortcontrole meer hebt. Dus inderdaad, dat is het als het ware het genie van dat economische project, dat het uitwaaiert naar allerlei andere sectoren. En dat ook in allerlei andere sectoren, wat we meestal negatieve integratie noemen, het wegwerken van die barrières, daar ook telkens een soort werf wordt, waar ook nog permanent aan wordt en gewerkt. Dus het is zeker, het begint uitdrukkelijk met een economisch verhaal, maar het eindt eigenlijk uit naar allerlei andere sectoren van onze samenleving. Ja. En wat ik eigenlijk veel in het boek zag terugkomen, dat is toch die vrees van die lidstaten dat ze te veel van hun soevereiniteit moeten opgeven. Hè? Wat bedoelt u daar precies mee? Ja, dat klopt. Het Europese integratieproces is ook altijd een permanente evenwichtsoefening, hè, tussen wat Brussel, hè, de EU-instellingen zoals we die vandaag kennen, hè, maar die natuurlijk ook vroeger al bestonden, mogen kunnen en wat de lidstaten eigenlijk willen. Voor ten deel is dat een soort schijnvertoning, want de lidstaten zijn eigenlijk bij alle beslissingen en betrokken. Ze duiden zelf de commissarissen aan, ze maken zelf de spelregels. Per slot van rekening zijn het de lidstaten die in internationale verdragen schrijven dat ze een Europese commissie willen oprichten, dat er een rechtstreeks verkozen parlement moet zijn, dat er een Hof van Justitie is, dat hen zelf op de vingers moet tikken. Dus finaal zijn de lidstaten, blijven de lidstaten natuurlijk de basisbouwstenen van het Europese integratieproces. Maar zoals u daarnet ook zei, ja, soms gaat het een loopje dat ze niet voor ogen hadden en dat creëert natuurlijk altijd wel wat spanningen. Die fricties zijn er altijd al. Hè. En soms mondt dat uit in een heel grote crisis. Hè. En de grote crisis van de jaren 60, na de inwerkingtreding van de eenheidsmarkt, is de zogenaamde lege stoelpolitiek. De Gaulle die zegt, die Europese Commissie die zit daar in Brussel, die stellen allerlei zaken voor. Wij zijn daartegen en we zijn niet in staat om dat tegen te houden. Dus dat ontsnapt de controle van Parijs. Hè. Het is gedaan. De Franse ministers komen niet meer naar Brussel. En ik saboteer de boel. Hè. Frankrijk gebruikt zijn veto. Hè. Ook op dat moment zien we krantenkoppen. Het is het begin van het einde van het Europese integratieproces. We zien ook wel een soort correctie. Er wordt dan meer rekening gehouden met de bekommernissen, met de gevoeligheden van de lidstaten. Maar op lange termijn zien we eigenlijk dezelfde trend. Uiteindelijk is het ook in het voordeel van Frankrijk en de andere lidstaten dat die integratiemotor verder gaat. Er wordt rekening gehouden, maar het is zeker niet het eindpunt. Het is hoogstens een halte
De trein stopt eventjes. Er wordt nog gekeken, is iedereen nog mee? Zijn de passagiers nog wel aan boord? Dat er niemand uit de wagon kippert? Hè? Maar de trein rijdt verder. Hè? Nogmaals, omdat de lidstaten het ook altijd zelf willen. Hè? Ook Frankrijk heeft nadien in allerlei andere beleidsdomeinen gezegd, ja, we vinden het een goede zaak dat we hier gaan samenwerken. Hè. Dus die spanningsverhouding is er en die blijft ook, want dat is nu eigenlijk eenmaal ook hoe dat de Europese Unie is georganiseerd, toen en ook nu. Hè. Het is geen Verenigde Staten van Europa, waarbij een soort federaal niveau alles zou kunnen beslissen zonder rekening te houden met de deelstaten. In de Verenigde Staten zijn het 50 staten, bij ons zijn het lidstaten. Dat gaat niet. De lidstaten zijn er altijd bij, hè, en kunnen, als ze dat willen, altijd aan de rem trekken, soms aan de noodrem. Dat gebeurt ook. Hè. Maar ze doen het ook niet altijd, nogmaals, omdat ze ook dikwijls vinden dat er al bij al, alles wel beschouwd, zijn de baten veel groter dan de kosten. Ook voor die betrokken lidstaten hun eigen belang wat het Europese integratieproces betreft. Ik kom even terug bij u, professor Verpoestooi, daarop inpikken. Ja, en wat mij frappeerde in het boek, en ik ga dan ook meteen de omschakeling maken naar het derde vraag, hè, waarom willen de Britten een eigen koers varen, is het gebruik of het misbruik van dat begrip soevereiniteit en de extreme vorm van bijvoorbeeld Boris Johnson, die daar te pas en te onpas mee zwaaide en zijn voorgangers ook. Wat ik ook wel vond in dat derde hoofdstuk was, hoewel ik het wel eens was, hè, maar dat je wel enigszins streng was, hè, voor Groot-Brittannië. Je schrijft ook over het perfide Albion. Het is een heel mooie beschrijving, hè? De Britse houding die vaak lijkt op een van soort van cherrypicking ten aanzien van de Europese Unie. Hè? Bepaalde zaken, daar doen we wel aan mee, andere niet. Hè? Dus dat wordt helemaal goed en heel duidelijk opgelijst in dit boek. Hè? De zeer daadkrachtige houding van iemand zoals Thatcher, hè? Wat ook heel uitgebreid wordt beschreven. Maar het resultaat is wel een Groot-Brittannië dat nu geen deel meer uitmaakt van de Europese Unie. Dus die vraag stelde ik mij wel. Die is wat ik al over het algemeen. Hè, je ziet momenteel, denk ik, in de wereld heel veel bewegingen van contestatie van gevestigde normen en waarden, van internationale organisaties, van supranationale macht. En vaak gaat die contestatie hand in hand met soevereiniteitsargumenten. De Brexit is daar maar één voorbeeld van. We kunnen er nog talloze andere opsommen, ook in een EU-context. Maar ik vond dit wel duidelijk uitgelegd in het boek, maar de vraag die ik mij wel stelde was, wat is daar jouw... Ik voelde zo tussen de regels door wel een ergernis, die waarschijnlijk terecht is, maar daar wou ik nog wel wat meer over horen, hoe je dat leest. En ook dat vooral dat begrip soevereiniteit en het misbruik daarvan. Ja, het is zeker zo dat soevereiniteit voor Boris Johnson en voor vele anderen als een soort passepartout wordt gebruikt. Ze haalden het uit de kast, hè, om te tonen, ja, we gaan terug naar het glorieuze Britse Rijk. Daarvan zijn wij allebei, want ik kan hier ook spreken namens Camille, zijn we redelijk sceptisch. Ik denk niet dat dat project gaat lukken. Nu, er is wel een verschil. Soevereiniteit voor grote lidstaten is iets anders dan voor kleine lidstaten. Grote lidstaten, Duitsland misschien minder, hè, die hebben toch nog het trauma van de Tweede Wereldoorlog, maar voor Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk betekent soevereiniteit toch nog altijd een soort nostalgie naar de wereldmacht die ze misschien ooit waren, waarvan ze misschien denken dat ze die nog zijn. Maar de mensen die beter weten, hè, snappen natuurlijk dat dat eigenlijk over en out is. Voor kleine lidstaten is het verhaal helemaal anders. Hè. Welke soort soevereiniteit had België nog na de Tweede Wereldoorlog? Hè? Wij waren, als het al niet voordien was, meer dan ooit aangewezen op andere Europese lidstaten. Als je dan kunt samenwerken met die Europese lidstaten in de plaats van alleen hun politieke beslissingen te ondergaan, dan wint je aan soevereiniteit. Op papier en verliest je, want je wordt lid van de Europese Unie. In de praktijk wint je. Het voorbeeld is natuurlijk de Economische en Monetaire Unie. Het feit dat wij een eenheidsmunt hebben. Op papier hadden we nog de Belgische frank. Maar in de praktijk was die in de laatste periode gekoppeld aan de Duitse mark. Dus dat betekent dat wij het monetair beleid dat beslist werd in Frankfurt, in de Bundesbank, louter ondergingen. We hadden geen vinger in de pap. Eens we deel uitmaakten van de euro, ik ga niet zeggen dat de Belgen zwaarder wegen dan de Duitsers, maar we zaten tenminste van dan af aan de tafel in de Raad van Bestuur, hè, bij de Europese Centrale Bank in België. Dus waar we minstens een mitspieler, hè, en hoeven het niet alleen te ondergaan. Dus soevereiniteit en verlies
of winst is iets anders voor kleine lidstaten dan voor grote. Het Verenigd Koninkrijk is dan op zich een geval apart, hè. Zoals ik in het begin van ons gesprek al zei, die dan toch een andere mentale ruimte had. Sommigen zeggen dat ze sinds de 19e eeuw met een rug naar Europa stonden. Het interesseerde hen eigenlijk niet meer. Ze wouden de wereld veroveren. En misschien ook met het gezicht naar de Verenigde Staten. Altijd. En sommigen denken, ja, laat ze dan maar de 51ste staat van de Verenigde Staten worden. We zullen dan eens zien hoe en zwaar ze dan nog meetellen. Dus dat speelt zeker een rol. Het feit dat ook letterlijk en figuurlijk ze over de Atlantische Oceaan altijd kijken, wat voor de meeste lidstaten, Nederland misschien wat uitgezonderd, toch helemaal anders is. Ze waren er ook niet bij in het begin. Ik denk dat dat altijd een soort een mentale rol ook speelt. Toetreden tot een club die eigenlijk al begonnen is en waar iedereen elkaar al kent, waar de basisregels al vast liggen. Nu, ze waren uitgenodigd voor de EGKS, maar ze waren niet geïnteresseerd. Bij de verdragen van Rome waren ze ook zeer sceptisch. Het ging niet lukken. En ze hebben zich dan wel telkenmale vergist. Dus ze zien natuurlijk zelf hun wereldrijk afbrokkelen na de Tweede Wereldoorlog. En aan de overkant van het kanaal zien ze een politiek project waar ze zich in vergist hebben. Want het blijkt veel succesvoller te zijn dan ze aanvankelijk dachten. En in zekere zin komen ze dan met lange tanden, na ook een oponthoud door en de Gaulle, die ze ook niet vertrouwden. Hij noemde ze het paard van Troje van de Amerikanen. We gaan die Angelsaksen hier niet binnenhalen. Misschien heeft hij uiteindelijk gelijk gekregen, want hij vond dat de Britten gaan van binnenuit de boel saboteren. En als het spel op zijn gat ligt, dan zijn ze weg. Misschien heeft hij gelijk. Ik stel die vraag dikwijls aan mijn studenten. Enfin, bij deze, als ze luisteren, dan hebben ze die misschien al mee. Mm-hmm. Het feit dat ze er dan later bij komen, heeft hen altijd een ongemakkelijk gevoel gehad. Dat is goed gegaan in de loop van de jaren 70 en 80, omdat het dan uiteindelijk alleen om de interne markt ging. En de handelaars, zoals de Britten zijn, daar voelden ze zich als een vis in het water. Op het moment dat de euro en het verdrag van Maastricht en het gemeenschappelijk buitenlands beleid echt op tafel komt, dan voelen ze daar weer niet gemakkelijk bij. En ik denk dat Maastricht, dat we dat te weinig beklemtonen, hoe belangrijk ook die Europese monetaire unie, economische monetaire unie is geweest, het feit dat er begonnen wordt aan een soort politiek Europa, waar Margaret Thatcher inderdaad zich tot op het laatst heeft tegen en verzet. De ironie is dat het haar eigen ondergang heeft betekend, dat de Britten er dan toch nog twee decennia zijn bijgebleven, maar dat uiteindelijk, ja, dat het op was, dat ze zich daar toch geen plaats meer in konden vinden, dat ze altijd met één been binnen en met één been buiten stonden. Ze hebben nooit de euro gewild. Ze waren maar slechts een koele minnaar van het gemeenschappelijk buitenlands- en veiligheidsbeleid. Ze hadden al talrijke uitzonderingen. En dan is daar een eerste minister, David Cameron, die daar opspringt. Die denkt zijn eigen hachje te redden, in de eerste plaats binnen zijn partij, om een referendum uit te schrijven. En dat loopt dan slecht af. Dan denk ik, ja, wie had er nu iets anders en verwacht. En sindsdien hebben we natuurlijk de Brexit. Het had ook in de andere richting kunnen kantelen. Nu, dan zaten de Britten denk ik nog altijd gewrongen in die Europese constructie. Maar het feit natuurlijk dat ze altijd met één been buiten hebben gestaan, dat ze dat nooit van harte hebben gedaan, dat het altijd een afweging was van wat zijn de voordelen en wat zijn de nadelen. En plots vinden ze dat de nadelen groter zijn dan de voordelen. Ja. Dan houdt het ergens op. Het was ook een interessante les voor de Europese Unie zelf en een wake-up call. Want natuurlijk, het Verenigd Koninkrijk is niet het eerste, het beste land dat vertrekt. Het is een aderlating op allerlei domeinen. Buitenlands beleid, defensie, een grote voorstander van de strijd tegen klimaatverandering. Op heel veel domeinen hebben we daar natuurlijk schade. Alhoewel ik denk dat de Britten grotere schade oplopen dan de Europese Unie zelf. Dus dat is zeker een heel moeilijke kwestie, hè, die wellicht ook binnen de Europese Unie lastig zou gebleven zijn. Mm-hmm. Ja, het Verenigd Koninkrijk heeft inderdaad veel schade ondervonden nu met eruit te stappen. Maar dan natuurlijk is die coronacrisis daar gekomen, wat de zaken nog extra bemoeilijk heeft. Maskeert die misschien een beetje de gevolgen van hun uitstap? Absoluut. We zullen eigenlijk nooit weten wat het netto-effect is geweest van die Brexit. Hè, omdat net op het moment, 1 februari 2020, ze er formeel uitstapten, zaten we al bijna volledig in de eerste golf van de coronacrisis. Hè. We zullen nooit weten wat het echte netto-economisch effect is. Hè.
Misschien zal dat nog na verloop van tijd blijken. Ik vind ook niet dat de Britse economie en de Britse samenleving er nu zo goed voor staat. Boris Johnson houdt natuurlijk vast aan dat verhaal van de Brexit. Dat is ook zijn handelsfonds. Dat is de reden waarom hij aan de macht is kunnen komen. Dus ik verwacht van hem niet zoveel verandering. Wat ook vandaag in de actualiteit wordt bewezen, de spanning die er zijn met Frankrijk, de spanning die er nog altijd zijn in Noord-Ierland. Dus op korte termijn blijft dat zeer vol frictie. Op middellange termijn kan dat zich misschien wel stabiliseren. Misschien komt er een nieuwe politieke generatie aan de macht in het Verenigd Koninkrijk die toch opnieuw bij de Europese Unie wil. Het grootste gevaar voor de Europese Unie is dat het Brexit-experiment, want dat is het eigenlijk, lukt, dat er een florerende economie komt aan de overkant van het kanaal. Men noemt dat dan het Singapore en de Theems, plus burgerrechten moeten we daar wel aan toevoegen, want Singapore is natuurlijk wel geen vrije staat. Maar als er een soort liberale democratie zou kunnen zijn, hè, met een heel sterke economisch weefsel, hè, dan denk ik dat ook andere landen, hè, niet op korte termijn, maar op lange termijn wel zouden twijfelen. Ja, zijn voor ons de voordelen nog altijd groter dan de nadelen om lid te blijven van de Europese Unie. Dus potentieel blijft Brexit wel bedreigend voor de Europese Unie. Niet onmiddellijk, maar wel op lange termijn, denk ik. Ja, president Trump was wel heel snel om te verkondigen van, zie je wel, dit is het begin van het einde van de Unie. Nu, u zegt, en dan spring ik eigenlijk een paar hoofdstukken verder, er staan nochtans nog heel veel landen te popelen om lid te worden. Hè. Maar de vraag die ik dan heb is, is het misschien interessanter voor kleinere of voor armere landen om lid te worden en hebben de grote spelers misschien minder te winnen bij de EU? Ja, dat denk ik wel. Dus inderdaad, Trump heeft zich vergist. Niet alleen daar, denk ik, maar zeker op dat punt. Hij zei van de Britten zijn de eerste, maar niet de laatste. Het tegendeel is gebleken. De Britten hebben natuurlijk zelf zich in een politieke moeras gewerkt. Waardoor dat de politieke klasse in Europa heeft natuurlijk gezegd dat willen wij niet. En we zien het zelfs tot en met in de programma's van extreemrechtse partijen die voordien pleiten voor een referendum voor lidmaatschap, de eurozone. Daar wordt over gezwegen, hè? Omdat extreemrechtse politici, hè, op enkele uitzonderingen na, als je daar vandaag mee naar de kiezer trekt, dan gaat je eerder de verkiezingen en verliezen dan winnen. Hè? Dus er is wel een soort pervers effect van dat Britse referendum uitgegaan, waar een deel van de Britten trouwens ook niet blij om waren en de prijs betalen. Hè. Het heeft zeker de 27 lidstaten dichter bij elkaar gebracht en veel sterker de focus gelegd op de voordelen die men heeft in het Europese integratieproject. Ik denk inderdaad, hè, zoals ik in het begin van het gesprek zei, hè, dat de voordelen van de kleine lidstaten groter zijn dan voor de grote lidstaten. Voor een deel is het illusoir. Ik denk dat de grote lidstaten vandaag in de wereld ook niet meer zouden meetellen, maar ze kunnen er minstens nog eens over nadenken. Van Duitsland schrijven we ook, te groot voor Europa, want het is redelijk dominant, maar toch te klein voor de wereld. En eigenlijk geldt dat zeker ook voor Frankrijk, laat staan voor Italië, Spanje, Polen, de grote lidstaten die nu nog blijven. Voor de hele kleintjes levert het toch nog enorm veel voordelen op. Voor de echt zwakke spelers in de Europese Unie, dat zijn diegenen die nog geen lid zijn, om allerlei redenen, hè, is lidmaatschap in zekere zin nog veel belangrijker. Maar we doen dat ook de integratieparadox, hè, van die zwakke landen. En dan kijken we in de eerste plaats naar de 6 landen van de Westelijke Balkan, om nog maar te zwijgen van de landen in Oost-Europa, Moldavië, Oekraïne. Die landen staan eigenlijk veel zwakker dan elk ander land dat ooit is moeten toetreden. Tegelijk is natuurlijk die integratietrein, hè, met snelheid verder geëdenderd. En dat betekent dat we van landen die eigenlijk het zwakst staan, de meeste inspanningen vragen. Want in vergelijking met wat Servië, Noord-Macedonië vandaag moet doen, is het Brits lidmaatschap van 1973 een lachertje. Hè, omdat het een zeer ontwikkeld land was, dat al was afgestemd op de rest van de toenmalige Europese gemeenschap en ook de capaciteit, de middelen had. Hè. Die landen, hè, die nu nog op de blinde vlek van de Europese Unie staan, op de kaart van Europa, zijn eigenlijk veel zwakker en daar vragen we veel meer van. En het is niet toevallig dat zij natuurlijk in de wachtkamer zitten, hè, en toch minstens een deel van die bevolking reikhalzend uitkijkend naar lidmaatschap. Het probleem voor hen is dat wij daar eigenlijk, zeker in West-Europa, niet meer in geïnteresseerd zijn. We zijn integratiemoe. Hè.
enlargement en fatigue. Eigenlijk vinden we dat de Europese Unie nu al veel te groot is en veel te divers. En staan we niet te wachten om er nog eens Albanese, Kosovaren, Serviërs bij te nemen. Ja, en ik denk dat... er zijn twee hoofdstukken in je boek. Het een heet Waarom treden telkens nieuwe landen toe? En dan het laatste hoofdstuk, Waarom maakt elke crisis Europa sterker? Ik denk dat die twee hoofdstukken hand in hand gaan met elkaar. En ik denk dat daar, zeker vanuit de Oost-Europese blik, er echt een aantal, sinds de vroege jaren 90 en op het moment dat een politiek Europa zich steeds meer gaat... tot uitdrukking komt, laat ons maar zeggen, dat daar voor een stuk, en opnieuw, ik heb het vooral over Oost-Europa, de problemen beginnen. En we zitten nu sterk in een discours van euroscepticisme, niet alleen Johnson et alia, maar ik merk dat zelfs onder studenten, hè, dat men veel, veel kritischer ten aanzien van de EU staat dan toen wij studenten waren, lang geleden, Steven, dat weet je nog. ik vind dat echt een grote evolutie. Als je dan kijkt naar Oost-Europa en kandidaat-lidstaten, je hebt inderdaad in de Westelijke Balkan, maar dan heb je, sinds, en dat wordt ook in het boek beschreven, sinds de late jaren 90 en het Verdrag van Amsterdam, is er een buitenlands beleid uitgestippeld voor de Europese Unie. En wat de Europese Unie daarin doet en wat hen niet in dank afgenomen wordt door landen zoals onder andere Rusland, is dat eigenlijk vastklinken aan een normen- en waardediscours, waar momenteel heel veel over gezegd wordt en ook heel veel kritiek op is, omdat dat normen- en waardediscours natuurlijk heel sterk uitgehold wordt door wat er binnen de Europese Unie zelf gebeurt. Hè. In Polen, in Hongarije, ook nu aan de grens met Wit-Rusland. Ja, zie je gewoon dat het discours dat de Europese Unie zelf hooghoudt eigenlijk al uitgehold wordt. En dat is natuurlijk wel heel problematisch. Om twee redenen. Ten eerste wordt het zeer kritisch bekeken door landen zoals Rusland. Die zien dat de Europese Unie... ze hebben een... sinds de uitbreiding van 2004, sinds dat Polen, Hongarije, Tsjechië, etc. zijn bijgekomen, heeft men ook een eerste Europees nabuurschapsbeleid uitgetekend. Een soort van beleid richting de derde landen, de nieuwe buur, laat ons maar zeggen. Rusland werd daar eerst toegerekend. Rusland heeft gezegd, wij zijn niet zomaar een buur. Ze zijn daar uitgetild en ze hebben een apart beleid gekregen. In 2009 heeft men dat omgezet naar een oostelijk partnerschapsbeleid, waarin men dus met landen zoals Oekraïne, Moldavië, Georgië in dialoog wil treden. Met Wit-Rusland loopt dat zeer moeilijk. Voor Rusland is dat een keerpunt gebleken. Hè. Dus we weten allemaal, het wordt ook vermeld, 2014, Oekraïne, Euromaidan. Toen is er eigenlijk een soort van halt uitgesproken manu militari door Poetin. En sindsdien zijn die relaties tussen de Europese Unie en Rusland helemaal bevroren. Maar daar is een tweede probleem. Wat ik denk, wat misschien iets te veel onder de radar blijft bij ons in West-Europa. En dat is eigenlijk dat door die uitbreiding van 2004, waar kritiek op kan zijn, hè, of juist niet, hè, daar is heel veel discussie over, dat wel de Europese Unie in een soort van onmogelijke spreidstand is terechtgekomen. Je vermeldt het ook heel terecht in het hoofdstuk over crisissen. Onder de lidstaten die toen zijn toegetreden en die ook voormalige socialistische staten achter het ijzeren gordijn lang zijn geweest, is er een zeer allergische houding ten aanzien van Rusland. En dat heeft dus ook eigenlijk de Europese Unie en het functioneren intern enorm beïnvloed. Ik herinner mij heel goed toen ik mijn doctoraat schreef over die regio en ik ging interviews doen in het Europees Parlement met West-Europese Europarlementsleden en Poolse, Hongaarse Europarlementsleden over hun houding ten aanzien van Rusland. West-Europa, alles interessant, hè. Vaak niet, ook, hè, niet helemaal geïnformeerd over wat dan ook. In Oost-Europa ging men heel vaak die historische beladenheid vermelden. Dus men stond veel negatiever ten aanzien van Rusland. Dus dat is een spreidstand waarin men is terechtgekomen, waar men niet op had geanticipeerd. Maar en plus, en dat is denk ik nog problematischer, ook dat normen- en waardediscours komt in een spreidstand terecht. Hè. Omdat die normen en waarden niet helemaal gedeeld worden en onder andere door de huidige regeringen in Polen en Hongarije gecontesteerd worden. Kijk maar naar LGBTQ-policies, et cetera. En daarin leunen zij veel meer aan bij wat er in Oost-Europa en in het GOS gebeurt. Dus dat zijn zo'n aantal problemen. Ik zou graag jouw mening daarover horen.
waar ik niet omheen kan, waar ik ook in de discussie met studenten het over heb, en waar ik zeg van, dit is, je hebt het over de Gaulle die Groot-Brittannië een paard van Troje noemde, maar is Centraal- en Oost-Europa en is die uitbreidingsgolf van 2004, is dat niet het paard van Troje geweest? Dat is wel een vraag waar we niet omheen kunnen, denk ik. Nee, dat denk ik. In het boek staan verschillende citaten. Hè. Er zijn er heel bekende. I want my money back, wir erschaffen das. Maar er zit ook een citaat in dat veel mensen niet kennen. Not one inch eastward. Ja. Dus dat is James Baker, die toen Amerikaans minister van Buitenlandse Zaken was. Dan zitten we op het einde van de Koude Oorlog terug. Hè. De val van de muur, de hereniging van Europa. Hè. En hij zou beloofd hebben aan Gorbachev... We gaan niet uitbreiden in de richting van het oosten. Het ging in de eerste plaats over de NAVO, maar eigenlijk geldt het ook voor de Europese Unie. Ja, wat natuurlijk Poetin en co. Het Westen kwalijk heeft genomen, de Amerikanen en ook Brussel, Parijs, Londen, is dat ze de afspraak niet zijn nagekomen. En dat bewijst nog eens hoe, ja, Maastricht noem ik dat dan toch, echt een kantelmoment is in die geschiedenis. Er is een Europese Unie voordien en er is een Europese Unie nadien. We hebben het er al over gesproken. Voor de Britten was het een soort D-Day, een beslissing. We gaan dan toch niet mee met die economische en monetaire unie en dan staan we eigenlijk buiten. Maar het is natuurlijk ook het moment dat dat paradigma van het eerste deel van die geschiedenis, de Koude Oorlog, wegvalt. De kans biedt tot Duitse hereniging met de euro. De kans biedt tot een hereniging van Europa, waardoor natuurlijk de opvolger van de Sovjet-Unie, Rusland, ja, in een soort in het nauw wordt gedreven. Door de opeenvolgende uitbreiding van de NAVO, maar ook van de Europese Unie. Ik denk inderdaad, wat Lien zegt is terecht, wat we vandaag meemaken is een soort oprisping daarvan. Zowel buiten de Europese Unie, het feit dat Poetin dat niet heeft verteerd, wisten we eigenlijk al en heeft het manu militari bewezen in Oekraïne. En we zitten daar nu ook met een soort bevroren conflict, waar we niet goed weten wat we daarmee moeten doen. Maar het heeft ook enorme repercussies gehad binnen de Europese Unie, die uitbreiding. En ik denk inderdaad, in West-Europa hebben we daar tot nu toe te weinig empathie voor gehad. Voor de enorme gevoeligheid die ze hebben, die anders is dan bij ons, de Tweede Wereldoorlog en alles wat er nadien is gekomen. Het feit dat zij op een andere manier naar Rusland kijken, nu intern zijn ze ook soms wel verdeeld. Orbán is dan liefst, bakt dan liefst zoete broodjes met Moskou, terwijl de Polen natuurlijk helemaal allergisch zijn voor alles wat van Moskou komt. Dus daar zit ook wel wat variatie in. Maar het feit dat natuurlijk ook die landen zo'n transformatie op zo'n korte tijd hebben doorgemaakt, betekent toch wel dat we moeten mee rekening houden dat er ook een soort terugslag is. Hè. Tegelijk vind ik, hoeven we niet volledig mee te gaan in de bekommernissen van het regime dat nu aan de macht is in Warschau en Budapest, om meerdere redenen. De Baltische staten zijn een heel interessant voorbeeld. Zij zaten niet alleen onder de Sovjet-sfeer en het Warschau-pact, ze waren zelfs deel van de Sovjet-Unie en die doen het eigenlijk nu zeer goed. Wat wellicht betekent dat ze eigenlijk beter thuis houden bij de Noorse landen dan bij Oost- en Centraal-Europa. Dus dat betekent dat het wel kan, dat je een soort performante economie kunt opzetten, dat er wel wordt rekening gehouden met liberale vrijheden, misschien niet tot op de hoogte zoals wij dat doen, maar misschien hoeft dat ook niet, dat die op allerlei parameters zeer goed scoren. Het echte probleem is inderdaad een aantal landen in Centraal- en Oost-Europa, ja, die zich misschien toch een beetje zoals de Britten niet goed in een sas voelen, die vinden dat Brussel hen niet goed verstaat. Ik denk dat wij vanuit West-Europa meer empathisch moeten zijn voor een aantal gevoeligheden, maar tegelijk hadden we ook al veel eerder dan nu het geval is geweest rode lijnen moeten trekken. We hebben de toestand binnen Hongarije en binnen Polen veel te lang laten corrumperen is het eigenlijk. Het zijn corrupte regimes die het nationalisme gebruiken als een soort afleidingsmanoeuvre, terwijl hun enige bekommernis is aan de macht blijven. En schimpen op Brussel, schimpen op homo's, schimpen op emigranten helpt hen. En we hebben dat eigenlijk veel te lang toegelaten, omdat we, ja, denk ik, de Europese Unie heeft daar een fout gemaakt. We vragen heel veel aan nieuwe lidstaten als ze toetreden, maar eens ze lid zijn, dan krijgen ze een soort blanco cheque. En dat breekt ons nu zuur op. En is ook opnieuw een zeer slechte zaak voor de landen die in de wachtkamer zitten. Hè? Want zij betalen eigenlijk de prijs. Hè? Servië, Bosnië, toch minstens de jonge pro-Europese generaties in die landen, die eigenlijk wegtrekken, want ze gaan niet blijven wachten. Hè? Die pro-Europese bevolking in die lidstaat betaalt eigenlijk de prijs voor het feit dat we dat binnen de Europese Unie niet goed hebben gemanaged. We zijn nog volop bezig met eigenlijk de uitbreiding van 2004 te
te everteren, hè, waardoor dat we eigenlijk niet klaar zijn op landen die ons misschien nog meer dan ooit nodig hebben. Dat is een beetje ja, de soort perverse uitkomst van echt een soort kantelmoment. Hè, einde van de Koude Oorlog en verdrag van Maastricht, een enorme verdieping. Waar trouwens al die lidstaten ook niet meteen op zitten te wachten. Het feit dat wij allerlei domeinen van onze samenleving samen willen aanpakken. En tegelijk door de zeer snelle uitbreiding een gebrek aan gevoeligheden, empathie voor wat daar leeft in verschillende landen van Centraal- en Oost-Europa. Ja, en het is eigenlijk misschien ook ironisch om te zeggen, maar anderzijds, er is natuurlijk heel veel euroscepticisme in die hele anti-Europese houding in Rusland. Er wordt vaak gesproken over gay Europa. Dus Europa is een soort van decadent, verdorven regio waar alles kan en wij zijn een conservatieve samenleving. Maar tegelijkertijd, dat vind ik altijd zo de ironie, inspireert de Europese Unie ook. Want je hebt nu de Eurasiatische Economische Unie. En als je kijkt, dus dat is eigenlijk de reden waarom het conflict in Oekraïne is uitgebroken. Oekraïne ging een handelsakkoord ondertekenen, een associatieakkoord met de Europese Unie. En op laatste moment heeft de toenmalige president gezegd nee, we gaan richting de Eurasiatische Economische Unie. En als je dat die Unie bekijkt, waar Rusland natuurlijk de grote trekker in is, institutioneel is dat eigenlijk gewoon een kopie van de Europese Unie. Daar is ook een soort van commissie en daar is ook een raad. En daar heb je ook een raad. Dus het is eigenlijk heel ironisch. Dus er is een soort van geopolitieke, geo-economische en zelfs geonormatieve competitie aan de gang op het Eurasiatisch continent. En daar komt ook een economische speler, een nieuwe, de Eurasiatische Economische Unie, maar die heeft eigenlijk wel de Europese Unie netjes gekopieerd. Dus het is toch, het is genuanceerd, maar een genuanceerd verhaal, een complex verhaal, denk ik, maar het is niet. Men kijkt wel ook naar wat inspireert. Dus in die zin inspireert de Europese Unie toch ook wel. Ja, misschien. Het boek heeft natuurlijk een West-Europese blik. Daar hebben we het al over gehad. Er is natuurlijk meer aandacht voor Belgen dan voor en Litouwers in dat Europese integratieproces. Maar zeker met dat laatste deel compenseren we dat. Dat is een deel dat je, of het voorlaatste liever, dat is een deel dat je normaal niet vindt. Het perspectief ook binnenbrengen van de nieuwe lidstaten. En waarom, ondanks alle kritiek die wij hebben vanuit West-Europa, deels terecht, ondanks alle kritiek die een aantal landen in Centraal- en Oost-Europa hebben op de huidige Europese Unie, inderdaad, ze kijken naar een soort decadent Westen, dat hen mee in de verdoemenis brengt, dat al bij al, onbalance, als we de voor- en nadelen, dat toch eigenlijk een van de grote succesverhalen ook is van het Europese integratieproject. Het feit dat er 27 en misschien binnenkort weer 28 of meer lidstaten zijn. Wij kijken daar niet zo naar. Maar als je nu Schuman zou zijn in 1950, dan denk ik dat hij toch niet kon denken dat wat daar is begonnen, dat nu een soort pan-Europese organisatie is, die reikt van Dublin tot ver in Centraal- en Oost-Europa. Een aantal Oost-Europese landen. Dus het is ook belangrijk om dat niet-westers perspectief binnen te brengen, dachten wij. Ja. Het is alleszins een verhaal dat nog lang niet af is. Helaas zit ons uur er wel al op. Dus ik wil jullie heel hard bedanken, professor Verpoest en professor Van Hekke. Ook nog eens bedankt voor het schrijven van dit boeiende boek. En dan hoop ik dat ook jullie thuis genoten hebben van onze wetenschapscafé en een hele fijne dag van de wetenschap hebben gehad.